Hier staan ze dan, hoor, de gastvrouwen. Zeker. Wat gaat het worden, dames? Ik denk 2-1 voor WDS. Ik denk 1-1. Sam, goedemiddag, WDS-kenner. Ja, WDS-TVC is toch een cruciaal moment. Zeker, zeker. Voorspellingje? Ja, ik denk een 1-1'tje. Een 1-1'tje? Dus WDS wel doen. Okay. Maar ik denk dat het last gaat worden. Nou, in ieder geval smakelijk eten. Dankjewel. Wacht even, voorspellingje. WDS-TVC. Ik denk dat WDS heeft daar heel goed voetbald vorige week. Ja, dankjewel voetbal heeft Willem hem ook goed. Dus, ja. En dan krijgen ze hier ook bij de klop. Bij Roda krijgen ze ook klop. Hier thuis. Dus ik verwacht, ik hoop dat WDS wint. Maar ik denk dat het op een wedstrijdje het verschiet gaat komen. Oké, succes. Dankjewel. Moerad, eerste keer. Ja, voorspellingje WDS TVC. Ik denk dat wij met 2-1 winnen. Oké, okay, en het wordt sowieso een voorspelling, wil je. Het wordt een hele open wedstrijd, denk ik. Dat moet ook wel. TVC Breda moet komen. Ik verwacht dat TVC Breda WDS zal overrompelen, want ze hebben geen keuze. Ze moeten meteen vanaf de aftrap scherp zijn, proberen die snelle goal te maken. Ja, dan is het de vraag of WDS bijvoorbeeld gaande de wedstrijd terug kan komen. WDS heeft wel kwaliteit met die twee afsies, Barem en Abdul. Maar ik verwacht een WDS dat toch wel een beetje terughoudend zal zijn. Ik geef TVC Breda een hele goede kans. Ik denk dat ze snel op voorsprong moeten en zullen komen. Maar wat er daarna gebeurt, dat ligt aan de omstandigheden, de conditie, de vorm van de dag. Ja, de kansen zijn WDS 55%, dat ze doorgaan naar de derde klasse. TVC Breda 45%. Tenzij ze heel snel op voorsprong komen, TVC Breda. Dus ja, we gaan het zien, de videoanalist.nl. Ja, wat denk je zelf als je een uitslag moet gaan noemen? Uitslag, dan ga ik voor veel doelpunten in ieder geval, dat verwacht ik wel. 3-3. Oké, we zullen het zien, Mika. Succes. Is goed, dankjewel. Hè.